In een vol Martini Plaza voor 4000 toeschouwers spelen zaterdagavond de Flames en Leiden de eerste wedstrijd in de halve finale van de play-offs. De Flames zijn de grote favoriet, maar Leiden is een gevaarlijke ploeg. Het team van coach Toon van Helfteren klopte de Groningers in de halve finale van de beker. De Flames hadden dus nog wat goed te maken tegen Leiden. Maar de thuisploeg begint slap aan de wedstrijd en loopt in het eerste kwart achter de feiten en Leiden aan. De gasten beginnen veel agressiever en hebben het momentum van de wedstrijd. Boxley gooit er van ver een driepunter in. Ook aanvallend loopt het niet bij de Flames. Danny Gibson, de beste speler van Leiden, is iedereen te snel af en scoort met een simpele lay-up. En Leiden gaat door. Lemel gooit er een driepunter in en Leiden leidt met 16-3. De Flames moeten zich terugknokken in de wedstrijd, maar de verdediging van Leiden staat uitstekend. Ze geven geen scorers weg en de Groningers scoren in het eerste kwart vooral van achter de vrije worplijn. De Flames staan na het eerste kwart met 23-12 achter. Monta McGee scoort met een goede actie inside en het verschil loopt op tot 17 punten. 16-33 in het voordeel van Leiden. Maar dan komt de thuisploeg beter in de wedstrijd. Er wordt keihard geknokt door de Flames. En door scorers van de prima spelende Jason Ellis en de altijd hardwerkende Matt Bauscher wordt het verschil kleiner. En de 4000 toeschouwers geloven weer in een overwinning voor de thuisploeg. En als Bauscher er nog een drieputter ingooit, is het verschil weer teruggebracht tot 4 punten. Laatste aanval voor de rust. Gibson met de bal. Hij bedient Boxley. En die gooit feilloos raak. Nog 2 seconden op de klok. Een schot van Blue en Martini Plaza ontploft. Ruststand 34-39. Na de pauze behoudt Leiden het beste van het spel. Vooral Danny Gibson is niet af te stoppen door de verdediging van de Flames. De Amerikaan scoort en lijkt zich te blesseren. Maar hij bijt op zijn tanden en speelt door. Flames probeert het wel, maar de ploeg is zaterdag de mindere van Leiden. Het schot loopt niet, maar de thuisploeg blijft knokken en hard werken. En dat levert resultaat op. In het derde kwart is het bloedstollend spannend. Beide ploegen spelen voluit en elke score is belangrijk. De Flames komen voor het eerst in de wedstrijd op voorsprong. Maar Leiden slaat gelijk terug. Snelle break en Boxley, goed voor 17 punten, dunkt raak. En Leiden leidt na het derde kwart met 53-56. Het publiek verwacht dat de Flames toeslaan in het vierde kwart, maar het is Leiden dat de wedstrijd bepaalt. De 3-puntschoten bij de Groningers vallen niet. En ook van achter de vrije worplijn laten de Flames veel punten liggen. En verdedigend kunnen ze de aanval van Leiden niet afstoppen. Jason Dourisseau scoort in het vierde kwart nog wel 6 punten op rij, maar het verschil met Leiden wordt maar niet kleiner. Toon van Helfteren heeft zijn ploeg goed staan. En als Blue weer een vrije 3-punter mist, is de wedstrijd gespeeld. De 100 supporters van Leiden vieren feest. En de Flames verliezen de eerste wedstrijd in de halve finale van de play-offs met 76-67. Het team is het thuisvoordeel kwijt. Donderdag is de tweede wedstrijd. Dan spelen de Gasterra Flames in de stampvolle 5 meihal in Leiden.